vrijdag 26 februari 1988 in de Pompen in de Oranjebuurt een programma op van de lokale omroep Hogeveen in samenwerking met Buurtwerk en de buurtvereniging, buurt- en stiltuinvereniging de Oranjebuurt. Hier ziet u iets van de voorbereidingen, de technici zijn net binnen en de muziek is binnen. Interviewers zullen optreden, Otto Pieten en Esther, hoe heet je ook alweer Esther? Kuilenburg. Kuilenburg. De techniek is verzorgd door de mensen van de HZBO. Hier wordt zwaar geprotesteerd, dat zie je. Het zijn de mensen van de LOH. En de muziek. René Kat en Albert Loons. Dat zijn René Kat en Albert Loons van de LOH, die dus de techniek verzorgen. En voor de muzikale begeleiding van deze avond wordt verzorgd door het duo Smart. Kees de Jager zit al druk te oefenen, zit zijn apparatuur een beetje in te werken. Het is inmiddels 5:00. Die ook naar half. Ja. En toen hebben wij eerst nog eens weer naar de Meteorlaan toe geweest. Nou, toen ben ik weer naar de Oranjebuurt gekomen, naar de Rijnstraat. Dus vanuit de Oranjebuurt naar een andere wijk en toch uiteindelijk weer terug naar de Oranjebuurt. Ja. En mevrouw Jonker, hoe lang woont u al in deze wijk? 35 jaar. 35 jaar, zegt u? Ja. Oh. En waarom bent u hier nooit weggegaan? Nou, ik kom het weer terug. U kon het niet beter krijgen? Nee. Oh, dat zegt heel wat over deze buurt. Wat is er nou zo speciaal aan dan? Nou, het is overal. Jij moet kort bij, je weet het, hè? Zaterdagmiddag 20 februari. Vanmiddag hier in de pompen. Wat gebeurt er nou eigenlijk op zo'n zaterdagmiddag?
Nou, gezellig. Gewoon de mensen die hebben hier allemaal met elkaar. Hè. Gezellig een kaartje weg. Verjaardag. Ik weet niet van alles zouden ze doen. Het is gewoon een gezellig. Gezellig, ontmoetingsmiddag is het voor iedereen. Komt de mensen die hier in de buurt, die kennen elkaar allemaal. Een klein meisje is uitgevoerd, een mooi draaitje. Gezellig. Automatisch? Ja. Onder de praat hoor. En Arie Hoogveen, hoeveel mensen maken er gebruik van zo'n activiteit vanmiddag? Van zaterdagmiddag? Zitten die dan lekker vol of moet je dan nog? Ja, we zitten nog eens een beetje verschillend. Als die jongen komt die je bent, maar toch hebben we zaterdagmiddag niet te klaar. Dus hier dan wel behoorlijk ook komst. Zowel onder de ouderen als onder de jongeren? Ja, vrij veel jongeren. Vrij veel jongeren. Ja. En organiseren jullie nou nog speciale activiteiten voor jongeren dan? Of loopt het allemaal een beetje door elkaar? Ja, kinderen, clubs en zo, kinderwereldchallenges. Dat verschillende vrouwen met ook werken, om ons middags. Dat zeg maar voor poort loopt nog niet zo waar. We zijn nu weer om dat te doen. Daar zijn jullie wel mee bezig. Goed, nu zitten Jan Marie en Arie Hogeveen beide in het bestuur van de buurtvereniging. Uit hoeveel leden bestaat de buurtvereniging? Ongeveer 75. 75 leden. Kan je daarmee zeggen dat het overgrote deel van de mensen in de Oranje buurt lid is van... Ja, het grootste deel. Het grootste deel is lid. En proberen jullie ook die mensen te bewegen die nog geen lid zijn? Toch? Ja, natuurlijk. We moeten altijd proberen om al die leven te hebben. En dat gebeurt straks ook weer volgende maand. Daar beginnen we weer mee. En hoe? Ja, dat komt wel naar iedereen weer aan de deur. En dan vragen jullie de mensen of ze lid willen worden? Ja, automatisch. Die andere verleden naar jouw meisje gaan we klaar. En voor een niet-leden, nou, je kan weer elk jaar. En dat komt elk jaar, ja, dan valt er weer één aan. En dan komt er ook weer een paar leden. Dat is toch verschillend. Elk jaar weer verschillend. Ja. Nu hebben jullie ook een buurtkrant. Ja. Wat is het voor krant? Ja, dat is een keer. Nou, kan je dat vergelijken met een club of een voetbalvereniging? Hoor. Nou, dat is zoiets, maar niet. Er zijn misschien een tijd tegen ons uitgeschreven als. Als een voetbalvereniging, over mij, dat is een maar er staan wel aankondigingen in van wat er deze week te doen is met de ja, er staan er allemaal aan of maar weer de kaart en club en van alles te doen is. Zijn jullie nou tevreden over de grote momenten? Nee. Nee. Helemaal niet. We hebben nog graag wat weken gehouden. Ja. Gemeente trapt om je heen. Nou, ik vind het even een onderwerp waar we straks nog wel eventjes op verder kunnen gaan. Misschien dat het duo Smart bereid is even voor een pikkeltje te zorgen. Ik heb de begeleiding daarvan. Voor een grote buurthuis te krijgen. Zijn jullie al naar de gemeente geweest met een voorstel? Nee, we zijn naar de gemeente toe geweest. We zijn nodig in het werk om het groter te krijgen. Het gaat niet zo makkelijk, de meeste zegt ze om de cent nodig. Maar misschien zien we nog een keer een andere uitweg. We zijn er weer bezig. We hebben hier veel gevonden in de bouw. Maar wij hebben wel een oranje buurt. Om doel te renovatie? Ja, we zetten ook dit door. Dit huis. Ja. En we proberen alles wat we kunnen proberen te krijgen. Maar kunnen jullie dat niet zo goed houden? Maar een nieuw gebouw zou wel mooi zijn, maar dat zou we niet kunnen. Maar we grote kunnen hier wel te weten. Ja. Mooi zwarte plek hoor. Denk nog niet. Ik heb een chirurgie in plek in
Voor de stoelen, je kunt zelf wel zien hier de stoelen, dat kan je ook in. Ja, maar die staan er ook als hier een peulenzaal is. Je moet er altijd vertellen, je moet de stoelen aan het vast doen. Voor de kinderen, ja, dat die kinderen het ding aanlopen. Het is even gevaarlijk erin. Dus met een garage zou die al zijn zo? Ja, ik bedoel als de gemeente, maar... Ja, dat als ze dat wel ook, maar... Als alleen de garage? Ja, als we die hebben, die is, ja. Ja, dan moeten we maar een keer meer hebben. We hebben eerst in ieder geval een paar zonder vormen op de dag. Ja, dan kunnen jullie nou ook zelf iets aanpakken. Om zelf aan het werk gaan en geld in te zamelen. Maar wat is het onzichtbaar op alle kleine beetje zelf ook? Ja, wat is het? Als daar af aan komt, dan gaan de mensen aan het verliefd doen. Dat is een probleem. Nee, dat is geen probleem. Dat is een beetje. Ik bedoel, je moet al dat uit de hout en zo, maar bij jou is het wel lang. Nee, dat is 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 wel lang. Het gebouw hier is verkoop klaar gekregen om te verroren. Dan zijn we met deze jongen nog op mijn oma naar huis toe. En dan zijn we vaak met deze. Goed, nou, zoals je het zelf al aangegeven, dus zij zullen we veel voor elkaar krijgen. Misschien dat je nou ook een nieuw clubhuis of een nieuw buurthuis voor elkaar krijgt. Bij ons aan tafel zit dan Dick Bruinsma, die is lid van de activiteitencommissie van deze buurtvereniging. Ieder jaar komt een groot feest. Ja, top. Ja. Een feest, hè. Je dus naar een voetbalveld naast komen. Ja. En daar komt dan een hele grote feest, hè. Noemde. En dan is een bank zaterdag van mensen. We hebben dus 2 jaar geleden zijn we begonnen met een jaarmarkt. Een braal 3. Noemde dan die zaterdagmiddag dus. Dat is zo'n jaar al, ja. Dat is heel weekend in de stad. Ja, dat is heel weekend in de stad. We hebben het al een keer gedaan, dus met een, dat volgens mij met de 5 jaar bestaan. Toen hadden we dus met, zijn met schoenenzaal begonnen. Met een bingo was dat. En zondag zaten we in Zalias. En vrijdag zaten we met het flink, want dat is ook veel die hebben rijden voor. Dat is wel heel erg gehoord natuurlijk. Ja, we hebben gelijk op flink hier. Dus. Kijk, en dat is prima. Dus, ik heb nou dus de datum is weer vastgesteld op dit jaar. Dat was dus 9 en 10 september. 9 en 10 september? Ja. En wat kun je deze dag nog? Staat er dan hier zo'n hele grote tank? Ja, een hele grote tank. Nou, die tank die zit dus altijd hartstikke vol. Dus hartstikke druk. En wat gaat er dan allemaal gebeuren in die tank? Nou, ze zijn er meestal wel om bier te drinken. Maar ja, ik heb er ook voor dat er wel zijn om het bestuur te zien bij de bank. Ja, dat is gebeurd ook. Dus ik hoorde net, dat ik hier bij vertel heb, dat dus een wiskunde in de bank. Maar zelfs de ouders dus, die gaan hier alweer doen. Dus, misschien wat er zitten veel kleine dingen in de zaal, misschien dat ze dat kunnen gaan voorbereiden of misschien in september. Ja, het is al vaak geweest, dus ik moet gewoon een stap instellen dus voor de playback. Nou, afgezien van de playback en het bier drinken, wat gebeurt er nog meer? Nou, een grote jaarmarkt? Nee, geen jaarmarkt meer, maar dus, die zaterdagmiddag dus, of zaterdagmiddag daar, dan is er een bazaar. Dat is dus de 10 september. 9 september is die vrijdagavond, dat betekent dus weer, want dat terras is weer. En s'avonds dus, dan komt er een band te spelen. En, Wat zeg jij? In smiddag dan is er nog discotheek. Een discotheek komt er dus middag. Dus zullen we over de jongeren en die zondag, wat zijn we zondag? Nee, dat mag je niet los. Dan is de, zondag dus mag je er niks organiseren, maar ik denk dat het in heel veel niet mag in Veenstem. Dus dan staat hij gewoon maar de noem die er op het voetbal gaat. Zonder dat hij gewoon uit mag? Ja, dat mag niet van de gemeente, denk ik. Ik krijg het toch even van de voor zondags. Maar ik zou het eens proberen, weet je. Ja, we kunnen het proberen. Schrijven jullie nog historie over? Ja, ja. Maar ik denk niet dat dat lukt. Maar ja, goed, we kunnen dat natuurlijk een keer proberen. Maar.
Ik denk ook niet jonger dan mijn complex. Dat is niet zoveel mensen. Van, het zou niet van daar ook nog zijn. Nee, niet meer dat. Goed, nou, dan jullie horen hier ook komen. Het Rio Smart en de begeleiding staat al klaar. Dan gaan jullie even naar het luisteren. Waarvan kinderen via de Kerkstraat naar de school moeten gaan. En dat betreft dan kinderen uit Plan Noord, aan deze kant van de Kerkstraat en de Oranjebuur. 39 gezinnen. Maar ik denk dat er gezinnen bij zijn die meerdere kinderen hebben. Ja. Ja. En hoe oud zijn die kinderen over het algemeen? In ieder geval niet ouder dan 12 jaar, neem ik aan. Maar... Nee, vanaf 4, hè, basisschool. Ja. En ligt de leeftijdsgroep eerder lager in ieder geval? In een grote instantie laag. Er zitten, denk 65% van de kinderen is tot 9 jaar. Ja. Die oversteek, meneer Slump, is het bekend over veel ongelukken gebeuren in de Grote Kerkstraat? Nou, ik heb het nagekeken. Naast een half jaar 18 verkeersongevallen. Waarvan eens met zwaar letsel, één met licht letsel, de rest maar één schade. En maar zijn er ook cijfers over of daar kinderen uit de Oranjebuurt bij betrokken zijn? Nee, zo niet, zo niet. Nee. Maar u kunt ook weer aannemen dat vermoedelijk het schoolkinderen zijn, omstreeks onderwijs al wat gebeurt te overvallen. Ja. Blijkt dus dat er op zich een oversteekprobleem bestaat in de Grote Kerkstraat. Ik denk dat we dus die conclusie kunnen trekken. Vragen aan de ouders, staat meneer Starre, mevrouw Starre, moet ik zeggen. Uw kind gaat ook naar die school. Ja. Hoe komt hij daar op een veilige manier? Breng ik zelf. Die brengt u elke dag? Ja. Drie. Elke dag? Ja. En betekent ook tussen de middag weer ophalen? Zeker. Na de middag weer terugbrengen? Ja. 8 uur op de dag. En dan denk ik dat ze nog een kleintje in huis hebben en die moeder dan thuis laten. Om die kinderen weer op te halen. Ja. En dat geldt ook voor uw vrouw, meneer Messen, neem ik aan. Ja. Die gaat ook elke dag op en neer? Elke dag op en neer met de kinderen? Elke dag op en neer. Ja. Nou heb ik begrepen, meneer Bisschop, dat er initiatieven zijn geweest om eventueel te starten met een oudersbrigade. Ja, want er is in eerste instantie, komen er natuurlijk een aantal ouders bij je en die vragen van, kan daar iets aan gedaan worden? Ik heb dit genoeg wel. Ja. Waarover praten we hier dan? Als alle ouders met veel plezier de kinderen naar school brengen en iedere keer al omhoog steken. Dat is voor de ouders zelf ook als er een heel druk punt. Ja. Want ik heb er zelf ook wel vaak minder op de Kerkstraat gestaan om daar een heel groep kinderen over te zetten. Want dan gaan jouw ouders de langs met ook niet meer 50, maar wel met 80 gaan ze de langs. Ja. En dan durven ze nog wel ver achter je langs te gaan. Als daar je minder bestaat om de kinderen dat netjes over te zetten. Ja. Dat is ook gewoon... Er staat nog geen enkele van politiezijde technische voorziening om het verkeer op die plaats langzamer te laten rijden of op een manier. Waar een waarschuwend kribbellicht met een zebrapad, ik weet het niet. Ja, maar als u de discussie nou goed volgt, dan merkt u steeds al. Stel dat het probleem voor de Kerkstraat wordt opgelost. Ja, dat blijft van Herkenstraat, dan blijft het park nog. En ik denk dat je voor welke maatregel je ook treft, dat je een aantal mensen moet hebben die zich bereid verklaren om daar zich voor in te zetten. Ja, maar ik denk dat je eerst moet weten wat voor maatregelen. Niet om te reageren, maar ik wou toch even dat de mentaliteit op toch niet zo veranderd is. Dat de ouders, dat toch niet die samenwerking niet meer is. Vroeger was het, de jeugd luisterde draaien.
En dat is vandaag een dag, is dat een moeilijk probleem. Ik noem het recht zoals het is, want de mentaliteit, de mensen willen zelf hun kinderen naartoe brengen, maar de samenwerking, die wij vroeger hadden, want ik woon om Hans op 35, of nee, maar lieg ik, op dubbel woon ik 35 jaar in de bouw. Ja, wel 35 jaar in de bouw, maar niet in de woning waar ik nu woon. Ja. Maar goed, u zegt dus dan, als mensen wat meer zouden gaan samenwerken, dan zouden... Ja, dan zou dat wel lukken, als net wat u de voorstel ook doet, om ze gezamenlijk daar naartoe te brengen. Ja. Dat had je toen geopend, toen had je ook op de Kerkstraat de Klaaroversteekplaats. Ja. Bedankt voor uw reactie. Ik denk dat we weer verder gaan met uw gesprek. Ik vraag die anders om hierop te reageren. De collega's. Showman. The showman.
optreden en hebben ze een trio. Maar hij zingt de hele tijd al mee. Ik krijg batterijproblemen, dus dit lijkt me een goed overzicht van deze avond in de Pompen. De camera geeft batterijproblemen aan, dus hiermee stop ik.